mooie opening van deze avond. En eigenlijk zijn we een beetje klaar, want iedereen heeft voor een tekentent in de gang. Dus goed winning gezet door de dames die hier rondlopen van Vlamoes. Wij zijn als duurzaam dribbelen klein anderhalf jaar terug begonnen. Prinsjesdag 2012. En Prinsjesdag weet iedereen, hè, dat is de derde dinsdag van de maand. En duurzaam dribbelen, dus ja, tel maar op. Dan heb je 4 D's bij elkaar en heb je daarna 4 D's te pakken. Ik geef nu het woord aan Marijke. Ja, dankjewel Hans. Allereerst duurzaam dribbelen, bedankt dat we samen met jullie deze avond konden organiseren. Dat we eigenlijk mochten inbreken in het 4D-café als gemeente. Om eigenlijk twee processen te beschrijven. Allereerst de afsluiting van het proces van het opstellen van de beleidsnotitie in de visie en de beleidsnotitie uitvoeringsprogramma van duurzaam dribbelen. Zoals we met alle groeperingen, en het is heel divers van bedrijfsleven tot bewonersgroepen, de woningbouwcorporaties en vele andere, hoe we met elkaar samen op hebben gesteld van wat willen wij bereiken in 2014. Deze vrouw met stramme knie. Verklaring van Drimmelen. In de gemeente Drimmelen is door een groot aantal partijen gezamenlijk een visie ontwikkeld voor het creëren van een veilige, gezonde, leefbare en stabiele leefomgeving die ook toekomstbestendig is. Deze partijen hebben daarom de gezamenlijke intentie om nu keuzes te maken die ons zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Het beleid van nu creëert de toekomst van morgen. Voor versterken van sociale betrokkenheid, milieu, leefbaarheid, samenwerking en participatie. Plezier wonen, werken, ondernemen en recreëren nu tot in de verre toekomst is een zaak van ons allemaal. We hebben nu gehoord wat we ondertekend hebben, dat is ook belangrijk. Nu ben ik eigenlijk heel benieuwd, omdat jullie allemaal een duurzaamheid hebben, wat jullie gaan doen morgen om de duurzaamheid te pakken. Dames en heren, goedenavond. Marta Wissing, ik woon in Dongen. En dagelijks houd ik mij bezig met het vraagstuk van hoe gaan we met elkaar samenwerken op weg naar de toekomst. Ik ben in mijn vrije tijd voorzitter van de coöperatieve vereniging Samenwerken Dongen. Begonnen achter in de tuin in 2011 met 3 mensen. En 3 maanden later zaten er 300 man in de zaal bij mijn coöperatieve vereniging. En we zijn 2 jaar inmiddels met elkaar onderweg. Ik neem u even mee in een kwartiertje in een verhaal, daarna vragen. En dan is het denk ik aan te schuiven om te kijken hoe gaat het nou, waar hebben jullie nog mensen nodig, of waar kan de ondersteuning van de gemeente plaatsvinden. Dus dan weten jullie dat dat mijn rol nu de komende tijd ook is. En Duurzaam Drimmel heeft daar ook ideeën over. En mevrouw kon niet komen. Ja, maar ben er toch. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Wat vind je van deze avond? Nou, zeer leerzaam. Duurzaamheid is leerzaam. En van en met elkaar kan je heel veel leren. Dus helemaal top. Doe je er thuis al wat aan? Ja, ik probeerde thuis wel wat aan te doen, maar mijn man snapt het nog niet helemaal, denk ik.
Dan zeg ik, schat, je moet het huisvuil scheiden. Hè? Zegt hij dan. Moet ik van je scheiden? Nee, niet van mij, het huisvuil. Oh, oké. Nou ja, goed. En dan doen we de potjes en het papier en alles gewoon apart. Heel positief. Dankjewel voor je reactie. Fijne avond nog verder. Dankjewel, graag gedaan. Vos, tevreden over deze avond? Ja, schitterend. Een magnifieke opkomst. Het is ontzettend druk. Iedereen heeft al bijna ondertekend. Heel veel enthousiasme, goede verhalen. Ja, wat wil je nog meer? Start van een goed traject. Ik kan het eigenlijk niet vragen, maar wat doe je er nou thuis zelf aan? Wij hebben zonnepanelen op het dak liggen. Ik rij een elektrische auto. We hebben altijd gelet op lampen zoveel mogelijk uit. We hebben duurzame verlichting, kachel zo laag mogelijk als we weg zijn. En meer van dat soort kleine dingen. Het is natuurlijk zaak om in je directe omgeving eigenlijk te starten met zoiets. Wat is je grootste wens wat betreft duurzaamheid? Dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Laten we het daarop houden. Dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Erik van den Einde, Volksbelang. Ja. Enthousiast hier? Ja, vond het een leuke avond. Goed om te zien dat er heel veel betrokken mensen zijn. Hè? Bewoners, instanties, gemeenten. En er, volgens mij ligt er een heel ambitieus plan. Maar het is ook goed om ambities te hebben. En nu wordt het zaak om ze te gaan realiseren met z'n allen. Maar, ja, want... Goeie avond. Sorry, Volksbelang heeft een grote impact hierin, hè? Ja, nou, wij hebben natuurlijk veel huizen, veel huurders. En wij zijn ook al echt al een paar jaar heel actief bezig met het verduurzamen van ons woningbezit. En dat zullen we ook blijven doen. En ook bij nieuwbouwplannen kijken we heel kritisch, hè, zoals dat eigenlijk tegenwoordig moet. Naar welke materialen gebruik je en welke installaties installeer je. En zo proberen wij de komende jaren onze steen bij te dragen. Ik juich het helemaal toe. Even een persoonlijke vraag. Doe je er thuis iets aan? Ja, ik zet op tijd de klok of de thermostaat terug. Ik heb vorig jaar dubbel glas mijn huis laten isoleren. Ik heb een oud huis. Dus ook ik heb begrepen van op tijd mee beginnen. Want dat verdien je op een gegeven moment ook terug. Dus ik ben daar wel alert op. En dan zou ik ook stiekem aan je vraag. Wat zou je allergrootste wens in de toekomst van duurzaamheid zijn? Ja, dan zou het toch zijn niet alleen energie en huizen. Maar wat ook in die nota staat. Mensen die met elkaar op een goede manier maatschappelijk samenleven. Dus het hele leefbaarheidsvraagstuk, hè, wat ook onderdeel van duurzaam samenwonen is. Ik denk dat dat belangrijk is dat we dat in deze gemeente houden. Want ik denk dat dat op heel veel plekken goed gaat. En daar komt wel druk op, hè, vanuit overheidsbezuiniging en zo. Dus ik hoop dat we daar vol kunnen houden. Dankjewel voor je reactie. Alsjeblieft.